vandaag weer een video voor jullie en dit keer zijn het mijn cadeautjes die ik voor Sinterklaas heb gekregen. Ik heb gisteren Sinterklaas gevierd en ik heb hele leuke cadeautjes gekregen die ik heel graag aan jullie wil laten zien. Ik ben altijd mijn sleutels kwijt en ik kan daardoor heel gestrest raken. Dus ja, als ik mijn sleutels kwijt ben, dan voel ik me een beetje claustrofobisch. Omdat ik nergens heen kan eigenlijk. Ik kan wel naar buiten, maar ja, dan kom ik er niet meer in mijn huis. En ik kan niet weg met de fiets, want het zit allemaal in één sleutelbos. En ja, dan kan ik echt heel erg in paniek raken. Dus daarom heb ik deze gekregen. En het tweede ding is dit. En is een kookboek voor Whoopies. En Whoopies zijn eigenlijk een soort broodjes met... Nou, bij ons op de markt kan je die krijgen, Whoopies. En dat is een broodje met kaneelsmaak eraan. Dat is echt heel lekker. En ja, ik heb daar een kookboekje van gekregen. Ook heel erg leuk. Dan heb ik dit gevraagd. Dat had ik gevraagd voor Sinterklaas. En dit zijn letters. En waarmee je eigenlijk heel veel leuke dingen kan doen. Ze zijn van hout. En ja, nou ja, ik wil... daar heel graag een do-it-yourself mee doen. Maar ik heb geen idee wat. Dus wil jij nog een leuke kerst do-it-yourself zien of zo voor je kamer? Zeg het dan hieronder in de comments wat je dan wil zien. Bijvoorbeeld met deze letters. Want dan kan ik daar misschien wel wat leuks mee maken. Want ik heb echt geen idee wat. Het volgende heb ik ook gekregen. En dit is dan van de Vibra. En dit is dan... dit zijn van die houten dingetjes. En ik vind deze stijl heel erg leuk. Alleen, ik weet nou niet of de kleuren heel erg mooi in mijn kamer staan met het geel en zo. En het roze en het wit en het blauw op zich wel. Maar het blauw ook wel niet. Maar die ga ik dan misschien wel, denk ik, nog wel verven. Maar les vind ik heel erg leuk. Dan dit. Dit is garen in kleurtjes. En dat is echt super leuk. Kan je ook hele leuke do-it-yourselfs mee doen. Dus deze heb ik ook gekregen. Ook dit, ja, ik heb heel veel do-it-yourself spullen gekregen, omdat ik dat had gevraagd. Dan heb ik dit kanten band. En ik vind het echt super leuk. En hier kan je ook hele leuke creatieve dingen mee maken. Alleen ik heb dus nog geen idee wat. Dus echt, let me know in de comments wat jullie willen zien. Dan deze lipstick, die heb ik al uitgepakt en gebruikt en zo. Deze is van L'Oréal Paris en dit is 070 Orange Crush. En dit is echt zo'n zomerse lipstick. Want, hij is een beetje doorzichtig. Maar als je hem aanbrengt, je ziet het er waarschijnlijk nu niet. Even kijken. Nou, je ziet wel waar ik het heb gezet, maar je ziet de kleur niet heel erg. Na een tijdje gaat de kleur zich aanpassen aan je lippen. En dat is echt super leuk. Dus, maar ik vind het wel een beetje een zomers kleurtje. Dus in de zomer denk ik dat ik hem wel vaak op ga doen. verder heb ik nog deze vaccinelichtjes gekregen. Ze hebben vanillegeur. Echt super lekker. Vanille is mijn favoriete geur. En ik had ook graag vaccinelichtjes, omdat die heel erg snel bijna opgaan. Dan ook deze sokken. Die heb ik al even uit de verpakking gehaald om te voelen hoe ze voelden. Het zijn sokken die 5 keer warmer zijn dan normaal. En ja, de binnenkant is echt heel erg lekker. Ik heb geen idee wat het is. Ja, het is zo'n stofje. Maar het is echt super lekker. En ik heb altijd koude voeten en koude handen. Maar ook lekker voor mijn Dr. Martens voor in de winter of zo. Van die lekkere dikke sokken. Heerlijk. Dan nog deze. Een klein boekje over katten. Nou, als jullie mijn filmpjes vaker kijken, dan weten jullie dat ik helemaal dol op katten ben. Ik heb er ook 3. Eerst had ik er 4. Maar goed. Dit zijn allemaal kleine spreukjes eigenlijk over katten. Bijvoorbeeld hier. Als er een straaltje zon in de kamer valt, kun je er zeker van zijn dat poes daar warm ligt te snoepen. Of, en dan met een heel leuk tekeningetje erbij. Niets klinkt zo intens tevreden als het spinnen van een kat, kitten, poesje of superkater. En dat klopt echt, echt. Als je kat hoort knorren, dan is het echt zo'n ach, vetje.
Oh ja, trouwens, als jullie mensen horen lopen, dat is mijn moeder. Verder heb ik dit nog gekregen. Dit was in mijn surprise. We hebben pakjesavond en surprises gedaan. Eigenlijk beide in één. Dit was van mijn surprise. En dit is een Rack This Journal. Ik weet niet of je dat kent. Maar het is een boek met allemaal opdrachten in jij. Ik heb wel al wat gemaakt. Hier bijvoorbeeld, vul deze bladzijde met cirkels. Nou, ik heb daar een poging tot gedaan. Of even kijken. Kras, wild en heftig met totale overgave. Nou, dat heb ik een beetje gedaan en toen heb ik het een beetje ingekleurd dat het nog wel een beetje vrolijk blijft. Ik had er nog één gedaan. Nou ja, maar goed. Of hier teken met lijm is de opdracht dan. Dan kan je echt heel leuke dingen mee doen. Oh ja, hier. Sluit je ogen, verbind de stippen uit je hoofd. Nou, dat had ik dus gedaan. De blauwe lijntjes hier. Die zijn met mijn ogen gesloten. En dan de goede lijntjes, zeg maar. Dat zijn de rood-groene. En daaromheen heb ik dan bloemetjes en zonnetjes en ijsjes gemaakt en zo. Omdat het anders zo saai is. En ik wil dit boek echt vol met kleurtjes hebben. Dan dit bordje ook nog. Hier waakt Anna, betreden op eigen risico. Nou, dat hang ik lekker op mijn deur, want het is ook echt betreden op eigen risico. Nee, maar grapje. Maar goed. Verder heb ik deze verf nog gekregen. Die had ik ook gevraagd. En deze kleur vind ik echt een heel mooie kleur. Het is een beetje taupe kleur, maar dan nog net iets naar een paarsige kant. Jij ziet het niet heel erg op camera. Maar het heeft... Het is echt een taupe kleur, maar net een tikkeltje meer paars dan normaal. Dus deze. Deze heb ik ook al uitgepakt. En dit zijn ledlampjes. En hier wil ik dus ook nog een do-it-yourself mee doen. Maar ik heb geen idee wat, jongens. Let me know. Nou, ze zit een beetje in de knoop. Maar goed. Dus deze had ik ook gevraagd. Dan nog een chocoladeletter. Ik ga niet vertellen hoe ver hij op is. Ja, chocoladeletters. Altijd heerlijk. Dan nog dit. Dit zijn mijn twee mooiste cadeautjes. Het zat heel mooi in een luxe Douglas verpakking. En het was een MAC oogschaduw. Nou, dat had ik niet, helemaal niet verwacht. Ik had het niet eens gevraagd. Maar mijn zus zei ook... Mijn zus zei van... Oh ja, Sinterklaas heeft zo'n leuk cadeau. Dat heeft hij even tegen mij verteld. Als je begrijpt wat ik bedoel. En het is dus echt super mooi. En mijn zus heeft Sinterklaas dus even goed getipt. Dat deze wel heel erg mooi was. Het is een beetje paars wijn donkerrode kleurachtig. Met gouden glitters. Hij is echt heel erg mooi. En dit is Beauty Marked Velvet AC3. En ja, dit is mijn tweede MAC product. Je hebt misschien wel in een vorige shoplog gezien dat ik ook een lipstick had gekocht. En dit is echt heel mooi voor de feestdagen. Die ga ik ook zeker opdoen. En dan een van mijn mooiste dingen. Deze had ik gevraagd. Lord, Pure Heroin. En dit is een plaat. Een LP. En mijn vader heeft een plaatspeler op zolder en ik slaap op zolder. Dus die heeft hij zeg maar naast mijn kamer. Dus dat is hartstikke leuk. En hij is zo mooi. En dit is, er staat, wait till you're announced. We've not yet lost all your graces. Even kijken, dat... Wait. Welk liedje is dat ook weer? Volgens mij is dat van 10. Maar dat weet ik echt niet. Heel erg aan mijn hoofd. Dit is dan de plaat. Die zit aan de zijkant. Ik ga hem niet uitpakken nog even. Want dat doe ik nog eventjes. Mogen geen krasje opdoen. Openkomen. Want dan doet hij dus helemaal niet meer. En aan de andere kant van de zijkant. Is er dus een heel mooi boekwerk. Echt, ja, een soort van tijdschriftje-achtig iets. En hier staan... songteksten. Even kijken of dat nou van Team is. Ja, het is van Team. Dat is de eerste zin van Team. Wat ik net zong. En dan met foto's erbij en zo. Echt heel mooi. Ik ben er echt heel blij mee. Want dit had ik ook gevraagd en ik zag het liggen. Ingepakt en ik zat van...
Yes. Dus ja, nou ja, dit. En dit was alles. Ik ben echt super blij. Ik ben ook echt verwend. En ik ben echt heel erg blij met alles. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En zet dus even in de comments wat voor do-it-yourself jullie willen zien met die letters, met die verf, met die lichtjes enzovoort. Want dan kan ik daar een hele leuke video hopelijk over maken. Goed, nou ja, bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, zou ik heel erg leuk vinden. En bedankt voor het kijken en tot de volgende.